Ruud en Bert, beide trainers van respectievelijk Eemdijk en DVS 33. De analyse van deze wedstrijd. Ruud, je mag van start. Nou, voor ons was het natuurlijk de tweede wedstrijd tegen een van de koplopers in de competitie. Ja, vorige week tegen Noordwijk redelijk goed gespeeld. 75 of 70 minuten mee kunnen voetballen tot 1-1. En daarna geven we hem weg. En dat wilden we vandaag eigenlijk weer doen. Maar ja, wat was het? De eerste 5-6 minuten vond ik ons nog redelijk voetballen. Dat we dachten, nou, het wordt een leuke wedstrijd. Maar ja, dan valt op een gegeven moment valt die bal een keer voor een minuut of 8-9 voor Morens voeten. Ja, die poft hem op een verschrikkelijke manier, knalt hij hem binnen. Nou, een paar minuten later hetzelfde geval eigenlijk van Barry Powell. Ja, en wij hebben op dit moment, we hebben natuurlijk geen ploeg die barst van het zelfvertrouwen. Dus ja, als je dan binnen een paar minuten zulke tikken krijgt, ja, dan wordt het heel lastig voor ons. En dan, dan is het tegenhouden en maar hopen dat die uitslag niet te groot wordt. Ja, inderdaad, dat lijkt mij ook. Bert, dat begin, ja, je trok het je even behoorlijk aan en je moest even flink uit de beugels. Ja, maar dat duurde eigenlijk tot minuut 90. Ik vond het een hele beroerde voorstelling van ons. En we zijn alleen maar gered door fantastische doelpunten. Ja, inderdaad fantastische doelpunten. Maar leg eens uit, hoe komt dat dan? Dat die voorstelling niet datgene is wat jij voor ogen hebt? Nou, kijk, je merkt gewoon dat de groep heel graag zichzelf wou revancheren op vorige week. En dan is de wilskracht aanwezig. Maar je moet je wel aan de opdrachten houden. En we waren te actief bezig om een verkeerd moment in de bal te komen, een verkeerd moment van de bal afgaan. Het was gewoon heel erg rommelig. En waar dat vandaan komt, weet ik het niet. Dat zullen we het maandag maar weer over hebben. Maar dat maakt het zo dusdanig onrustig dat Eemdijk eigenlijk in de eerste minuten al een treffer kan maken, vind ik. Als ze dat goed omschakelen, dan hebben wij een probleem. En ik vond gewoon dat we in balbezit niet de juiste keuzes maakten. En dat irriteerde me mateloos. En vooral de penalty moment. En dus wordt de analyse van deze wedstrijd, het kijken naar hoe, dat wordt wel heel erg belangrijk. Want dan kun je het dus even goed gaan uitleggen. Nou, ik ga het niet uitleggen. Ze gaan zelf maar vertellen wat ze beter kunnen doen. Want daar gaat het uiteindelijk om, dat ze in het veld zelf de keuzes maken. En dat was gewoon niet goed. En kijk, Eemdijk heeft heel ver gespeeld vandaag, ons goed bestreden. Maar ik vind dat we het kwaliteitsverschil nog meer uit hadden moeten drukken in doelpunt. En dat hebben we nagelaten en dat vind ik gewoon niet goed. Het was allemaal niet best, DVS, Ruud, hè? Nee, ik vond DVS ook een heel matig ploegje hebben, moet ik zeggen. Nee, DVS heeft gewoon een fantastische ploeg. En wat Bert zegt, kijk dan, als je uit al met 9-0 wint, dan... Ik had de hoop van misschien dat ze toch de boel gaan onderschatten en twee, drie stapjes minder zetten. En dat wij daarvan hadden kunnen profiteren. Maar ze hebben te veel kwaliteit voor ons om hier een goed resultaat neer te zetten. Bert legt de lat graag heel erg hoog. En ik denk, Bert, dat het ook te maken heeft met het feit dat je een paar nieuwe spelers hebt. En spelers die natuurlijk diverse wedstrijden niet gespeeld hebben. En die zullen aan elkaar moeten wennen. Dat idee heb ik. Nee, Piet, dat is een verkeerd idee. Het is lief dat je het voor de spelers opneemt, maar we zijn al een half jaar verder en we trainen elke dag met elkaar bijna. Die jongens die allemaal spelen, hebben allemaal hun oefenwedstrijden gespeeld, bekerwedstrijden, competitiewedstrijden, alle minuten gemaakt. Is geen excuus. Ik vind dat op dit niveau mag je meer van ons verwachten. Hebben we niet laten zien en dat is niet goed. Oké, Ruud, volgende week. Ja, volgende week nieuwe wedstrijd, nieuwe kansen. Dus weet je, dan volgens mij was het VVOG wat we krijgen. Dus een mooie pot. Thuis 1-0 verloren. Ja, één momentje dat we het weggeven. Dus nou ja, nu VVOG, we moeten kijken. We gaan voor de winst. Ik geef jullie heel veel kansen tegen de Groenen. Bert, volgende week Quick Boys. Ja, als de weersomstandigheden toe gaan laten natuurlijk. Dus even afwachten. Maar een prachtig affiche natuurlijk. Maar dan zullen we wel beter voor de dag moeten gaan komen. Oké, bedankt heren, trainers. Ruud, bedankt. Bert, bedankt.